over een onderwerp hebben waarvan je denkt, nee, dat hoef ik niet. Het is namelijk een best gênant onderwerp en het kan grappig zijn, namelijk een blokbeugel. En dan denk je, Lemee, hoe kom je in één keer op dat onderwerp? Omdat ik er zelf eentje heb. Ja, wat een feest! Ik begin vanaf het begin. Ik heb namelijk twee zussen. En zij hebben allebei alle twee hele rechte tanden. Supermooi. Maar eentje daarvan die had al een slotjesbeugel. Toen ze nog op de basisschool zat, dus de lagere school. Dat is zo'n, ja, gewoon een beugel met van die soort gekleurde steentjes met een draad. Nou, helemaal top. En ik wou ook een beugel op de lagere school. Maar je zou natuurlijk denken, nou, dat wil niemand. Maar ik wou het wel, want ik dacht, nou, dan ben ik er lekker op de middelbare school van af. En ik wist zeker dat ik een beugel moest. Want hier heb ik een heel gat, let op. Hier zo tussen. Hier past gewoon mijn hele vinger in. Dat is niet zo mooi, vind ik zelf. Dus toen wou ik een beugel. En ja, die slotjesbeugel met die gekleurde dingetjes vond ik nog wel lachen. Ik dacht, nou prima, minst erge. Maar nee hoor, ik ging natuurlijk dus naar de tandarts. Vroeg ik of ik een beugel moest. Hij zei, nou prima, ga maar even naar de beugeltandarts. Wij gingen naar de beugeltandarts. Ging ze met een soort tandenborstel ging ze lang. Lukte de tanden, deed helemaal geen pijn. En dan ging ze dus foto's maken en dan kon je dat dus zien op de computer. En toen kreeg ik dus een blokbeugel, maar dat wist ik eigenlijk nog helemaal niet van tevoren. Ik dacht dat ik een slotjesbeugel kreeg, maar dat kreeg ik dus niet. Een blokbeugel. Ja, dat is dus zo'n groot ding. En dat doe je dan in je mond en dan sta je zo en dat is niet zo'n mooi gezicht. Nou, ik vond het er dus heel erg grappig uitzien. Hier zit dus de prachtige, mooi, het mooiste sieraad in. Echt, dit wil je thuis hebben. Let maar op. 1, 3, 2, 1. Tada! Ja, mooie. Dus dit is hem. En dan, het ziet er echt een soort martelwapen. Als je het van heel dichtbij, dan lijkt het net op een martelwapen of zo. Dat hier dan je hoofd ingaat. Eigenlijk is het gewoon net als een bitje bij hockey bijvoorbeeld. Alleen dan een heel stuk lelijker. En ik zal hem dus even in mijn mond doen. Dan zie je dus hoe dat staat. Tada! Dat is mooi, hè? Het ziet er echt niet uit. Ja, je kan dus ook niet heel erg goed praten. En het ziet er een beetje belachelijk uit. Maar ja, ik doe hem even af. Dus wij vroegen het aan die beugeltanders. Ja, hoe vaak moet je dat ding eigenlijk in? Gewoon 24 uur per dag. Ik schroef me kapot. Ik dacht dus gewoon dat je dat alleen in de nacht in moest. Maar nee, je moet het elk uur van de dag in. Elke minuut. Behalve als je gaat eten. En misschien denk je van, nou, waarvoor doe je dat alleen maar 's nachts in? Je kan het toch ook gewoon overdag in. Alleen, sommige mensen die vinden dat gewoon, ja, die lopen dus met zo'n blokbeugel over straat en zo. Helemaal prima. Alleen, moet je je dus voorstellen, en dat vind ik ook heel erg stoer van de kinderen, of de ouders, weet ik veel mensen. Maar moet je je dus voorstellen dat je zo op school loopt of zoiets. Zo kijk je dan zo. Hi. Mooi. En dan loop je zo. Hey jongens, ja, ik heb een beugel. Mooi hè? Ja, super. En moet je je dan voorstellen dat je bijvoorbeeld iemand gaat roepen, hè? En dan zit je. Hallo, Bentje! Hallo, kom hier me halen!
voorbeeld, hè. Echt, ik schaam me echt kapot. Maar een dikke vette duim voor de mensen die het gewoon durven. Stel, je zit in een heel chic restaurant en je hebt dat ding in je mond, zo. En net als jij in dat restaurant zit te eten, sorry als je me niet heel erg goed kan verstaan. Stel, je zit in het restaurant te eten en op dat moment komt Lil Kleine of weet ik veel, Shawn Mendes, Ariana Grande, echt hoe klein is de kans dat? Maar stel, het gebeurt gewoon, dan sta je daar zo. Hoi, wil je met me op de foto? Kies. Dan schaam je je toch kapot. Oh ja, en als je dat ding dan uit gaat doen, dus je zit lekker te eten, hè? Iedereen heeft super veel trek. En dan heb je dat ding in je mond en dan haal je het eruit. En dan heb je allemaal zo speeksels van die draden, speeksels. Ik zie echt dat mensen al denken, ik heb geen honger meer. Laat maar. En dan ligt dat ding met allemaal speeksel eraan, ligt zo naast je bord. Nou, ik heb echt geen honger meer hoor. Ben je gek? Maar gelukkig hoef ik dit ding niet zelf schoon te maken. Dus gelukkig mijn allerliefste moeder. Love you. Ja. En als je dan ligt te slapen en wordt wakker, dan is je hele mond droog. En dat zit gewoon niet zo lekker. Oh ja, en je tong kan hier dus ook niet doorheen, hè? Kijk. Je tong, je zit een beetje vast. Dus je kan ook niet, bijvoorbeeld je hebt hele droge lippen, dan doe je wel zo. Maar dat kan dus ook niet. Dus ik heb ook altijd hele droge lippen. Sommigen weten dat. Ik zit bij Lucia Martas, bij de vooropleiding hier in Amsterdam. En ik vroeg dus, moet je dat ook met dansen in dan? Hij zegt gewoon ja! Zie je mij al rondlopen zo? Zo en dan dansen, hè? Zo. Dat slaat toch echt nergens op? Nou, met zingen mag je hem dus gelukkig wel uit, anders sta je dus zo te zingen zo. Let it go, let it go. Maar mijn moeder en ik schrokken een beetje. Wij zaten elkaar echt zo aan te kijken van, oké. Dus toen ging hij even weg. I don't know wat hij ging doen. En mijn moeder en ik zaten elkaar echt aan te kijken van, dat gaan we toch niet doen. Nee, ik ga het dus alleen in de nacht in doen. Maar over 2 weken moeten we dus weer naar die beugeltandarts. En ik hoop niet dat hij dan gaat zeggen, even kijken in mijn gebit zo. Nou, volgens mij heb jij hem niet zo vaak in. Oh. 2 weeks later. Goedemorgen. Het is de dag waar ik niet op heb gewacht. Ik moet namelijk naar de beugeltanders. Ik heb nog niet geontbeten, dus ik neem weer de lekkere smoothie. Maar echt yummy. Ja, yeah. Thanks mom. Oeh, zal ik een keertje laten zien hoe je dat maakt? Ja, dat lijkt me echt heel leuk. Laat in de reacties weten of jullie willen weten hoe je dit lekkere smoothie ding maakt. En ik zou je heel eerlijk vertellen, het is helemaal niet zo heel erg vies als je denkt. Alleen, het ziet er gewoon vies uit. Maar voor de rest niks. Laat weten. Ik ga dus nu naar de tandarts. Alleen ik ben wel een beetje zenuwachtig. Want ja, ik draag hem alleen 's nachts in. Dus ik ben bang dat hij gaat zeggen, ja, ik kan helemaal geen verschil zien. En ja, dan ben ik een beetje te klos. Yay! Ja. Smaakt naar tappen aan. Maar we zijn er nu bijna, dus ik hou maar even in. Want ja, ik moet 24 uur per dag in hebben. Wens me succes! We lopen nu de trap op. 20 minutes later. Ja, dit is echt niet te geloven. Ik snap er echt helemaal niks meer van.
We zijn weer terug in de auto en wow. De tandarts ging als eerste naar mijn rug kijken. En hij ging een beetje lopen draaien met een of andere schroevendraaier, leek wel. En hij ging allemaal rare fritseltjes doen. I don't know wat het was. En toen zei hij eigenlijk helemaal niks. Dus toen dacht ik al, oh, oh, oh. Maar toen gingen we, zeg maar, een nieuwe afspraak maken. Toen zei hij, je bent heel erg vooruit gegaan. Want ik had, zeg maar, hier tussen, had ik 7,8, dacht ik. 7,8 milliliter. Ja. En nu heb ik nog maar 5 millimeter. Dus dat ging helemaal goed. En toen dacht ik ook echt zo, oké. Okay. Hij zei ook, ja, ik merk wel dat je hem wel vaak in hebt. Ga zo door. Dus ik kan gewoon nog steeds gewoon alleen in de nacht. Ik heb hem niet goed in. Ik vind het helemaal toppie. En dan zijn we alweer klaar met deze video. Een dikke duim omhoog. En natuurlijk even abonneren. En dan zie ik jullie volgende week.